Hallo allemaal, daar zijn jullie alweer. Wat Jutters Ik ben Joris Jutter en uh, ik ga vandaag iets superleuks doen. Ik ga namelijk een verhaaltje aan jullie voorlezen. En het is niet zomaar een verhaaltje, het gaat namelijk over het schaatsfestijn. Luisteren jullie allemaal weer gezellig mee? Vandaag gaan Joris, Jet en Siso naar de schaatsbaan toe. Jet en Siso hebben er heel veel zin in. Joris vindt het nog een beetje spannend. Het wordt zijn allereerste keer. Maar Jet stelt hem gerust, we blijven gewoon de hele tijd bij elkaar. Dat vindt Joris een fijn idee. Als ze bij de schaatsbaan zijn, wil Joris eerst nog even wat drinken. Kijk, Jet, een kraampje met warme chocolademelk. Hmm, wil je ook? Dat wil Jet wel. Ze knikt. Terwijl Joris drinkt, haalt, helpt Jet. Zie zo alvast met het aantrekken van de schaatsen. Je moet nu wel heel voorzichtig lopen, hoor, zegt ze tegen Siso. Anders val je zo meteen nog. Siso knikt. Als Joris terugkomt, drinken ze eerst de warme chocolademelk op. En daarna is het tijd om op het ijs te gaan. Joris en Jet trekken de schaatsen aan. En daarna lopen ze met z'n drieën de baan op. Je moet wel uitkijken, hoor. Het is best wel heel erg glad, zegt Joris. Tegen Jet en Jet tegen Joris. Joris en Jet knikken naar elkaar. Dan probeert hij langzaam vooruit te komen. "Goed zo Joris," roept Jet. Maar dan, boem! Oeps. Joris valt om. "Gaat het?" vraagt Jet. "Ja hoor," zegt Joris en hij krabbelt met een beetje hulp van Siso overrijdt. "Anders gaan ze weer eerst langs de rand van de baan," zegt Jet. Dat vindt Joris een goed idee. Samen gaan ze naar de rand. Zo kunnen ze zich vasthouden en vallen ze ook minder snel. Ze straat ze één rondje. Dan gaat het eigenlijk best wel goed, zegt Joris. Jet knikt. En uh, zullen we nu het los proberen? Joris twijfelt even. Hmm, los, hmm, hij vindt het nog best wel spannend. Siso laat de rand los en schaats een klein stukje vooruit. Oké, okay, ik wil het ook proberen, zegt Joris. En samen met Jet schaats hij richting Siso. Dat gaat heel erg goed. Als ze bij Siso zijn, zegt Jet: Zie je, als je het eenmaal kan, is het best makkelijk. Joris lacht en zegt: Ik vind het superleuk. Dan kijkt hij Siso aan en zegt: Zullen we kijken wie er het snelste rondje kan schaatsen? Siso knikt heel erg blij. Hij gaat klaarstaan voor een wedstrijdje. Joris komt naast hem staan. Dan begint Jet met aftellen. Vijf, vier, drie, twee. Eén start. Joris en Siso schaatsen weg. Ze gaan bijna even hard. Kom op Joris, harder, roept Jet. Tegelijkertijd komen ze aan bij Jet. Dat was leuk, roept Joris. <laughs> Jet lacht. Ik wist wel dat je het leuk zou vinden. Maar na al dat schaatsen ben ik wel een beetje moe geworden, zegt Joris. En Siso, uh, die knikt. Hij is ook moe van al dat schaatsen. Laten we weer naar huis gaan, zegt Jet. Voorzichtig schaatsen ze van de baan af en daarna trekken ze de schaatsen uit. Toch is normaal lopen wel ietsje makkelijker, hoor. Lacht Joris. Dan zijn Jet, Siso en Joris weer veilig thuis. Oh, ze zijn moe, maar hebben een hele leuke dag gehad. Misschien kunnen we morgen weer? Jet moet lachen en zegt. Dat zien we morgen wel. Ja, en het was echt een superleuk avontuur. En zo weten jullie jongens en meisjes: als je het echt wil, dan lukt het. Dit was alweer het verhaaltje voor vandaag. Kijk vooral naar nog veel meer verhaaltjes op dit YouTube-account. En hopelijk tot de volgende keer. Dag allemaal!